lift him up and carry him along. Fly, Marino, fly away. Send him down to where he belongs. Fly, Marino, fly away. Well, ease him down and let him lay. Fly, Marino, fly away. One more turn and then we're away. And fly, Marino, fly away. Oh, and I get back to Liverpool town. Fly, Marino, fly away. I'll pass a line to little Sally Bang. Fly, Marino, fly away. Keep the beat going, but the delay mag wel af bij mijn stem. Fire away. Dat is echt mond, hoor. En nu dan? Fire, Marengo, fire away. I get back from across the sea. Fire, Marengo, fire away. Oh, pretty silly, will you marry me? Fire, Marengo, fire away. Die doen we even opnieuw. Die delay is, nee. Bam. Ja! Yeah. Hold her high and hold her low. Flamarango, fire away. Bust the blocks and make her go. Flamarango, fire away. I said she's a pretty little craft. Flamarango, fire away. Chop to the fore with a round of knots. Flamarango, fire away. Screw the cotton, screw it down. Flamarango, fire away. Let's get to hell from Mobile Town. Flamarango, fire away. Even high into the sky. Flamarango, fire away. Lower him down and there he'll lie. Flamarango, fire away. Now lift him up and carry him along. Flamarango, fire away. Now send him down to where he belongs. Flamarango, fire away. And this year of me, lads, let your hearts never fail. For the body ship, the diamond goes a fishing for the wat dit voor vogel is. Het is een Afrikaanse oehoe. We komen voor in Afrika. Het is een dagroofvogel. Kun je ook zien aan de ogen als je zo meteen in de camera weer in kijkt. Hij heeft gele ogen. Wat inhoudt dat hij overdag jaagt. Je kunt bijvoorbeeld zien bij wat andere uilen die ik heb. Die hebben zwartere ogen. Dan heb je nachtjagers. En gele zijn dag en oranje zijn schemering. Deze komen niet voor in Nederland. Ze komen uit Afrika zelf. Ik train ze nu zo'n 3/4 jaar. En deze is de nieuwste die ik heb. En deze zijn nog heel erg aan het wennen. We staan hier op de tweede dag van het Fantasia Fest 2015 en naast mij staat Tom den Hartog en Hetze van Houten. Tom, vandaag een prachtige dag, maar gisteren ging het niet helemaal goed volgens mij. Nee, gisteren was een drama. Maar dat klopt ook wel, want volgens de Maya-kalender is 25 juli de dag tussen de tijd. In andere woorden, het oude jaar eindigt op 24 juli en het nieuwe jaar begint op 26 juli.
En het was heel onstuimig gisteren. We hebben wat dat betreft, om 2:30 heb ik hem in ieder geval stilgelegd, het evenement. Bezoekers die toen een kaartje hebben gekocht, hebben gezegd van kom morgen terug, dan komt u gratis binnen. En om 5:00 kwam de hoos. We hebben van de ruim 150 tenten die hier staan, hebben dat toch helaas 2 verloren. Alle bouwhekken waren om. En we hebben een feestje gevierd in de manegebak van het PGM. En s'avonds ook nog in het theehuis. En op een gegeven moment was de drup voorbij, de wind voorbij. En toen hebben we de bouwhekken weer overeind gezet met z'n allen. 40 man sterk, dat is ontzettend mooi om te zien hoe dat gebeurt. En vanochtend zijn we vroeg begonnen met alle vaandels weer op te hangen. En Fantasiefest staat, het leeft. Nou, dat is zeker te merken. We hebben prachtige beelden geschoten. Er staat daar een stuk van een kasteel op de berg. Waarom staat die daar? Nou, dat is best een leuke anekdote. Ik had iemand die zei van, joh, mag ik een stukje schrijven voor op de homepage van Fantasiefest? En ik zeg, nou ga je gang. En ik zeg maar, elke evenement heeft eigenlijk een soort thema nodig. En dan had zij verdonnen Magisch Meppel. Nou, dat vond ik een mooie. En toen schreef je een stukje geschiedenis. Nou ken ik niet zoveel van de geschiedenis van Meppel, maar het kasteel van Kranenburg heeft er blijkbaar ooit gestaan. Is afgebroken door de bisschop van Utrecht. We hebben het eerste stukje teruggebracht en we willen eigenlijk elk jaar gewoon verder uitbreiden dat het kasteel er weer staat. Okay. Wat mij bijzonder verraste, Hetze, dat ineens Fantasiafest bij de banen terecht is gekomen. Weet jij er iets van? Nou ja, kijk, hoe die contracten zijn ontstaan, dat weet de vorige spreker beter. En kijk, wij hebben de gemeente, het totale gemeentebestuur hier gehad, de raad en de college met aanhang. En ik heb ze allemaal uit laten spreken dat we alles op alles zouden zetten om PGM in de benen te houden en voortvarend te laten zijn. En daar hebben ze allemaal ja tegen gezegd. Dus elke aanvraag die daar komt bij de gemeente, ja, daar kunnen ze eigenlijk geen nee tegen zeggen. Wat vind jij nu van dit feest? Ik kom net, want gisteren kon ik helaas niet. Het is gisteren ook een beetje een drama geworden, maar ik heb wel gedacht van, maar goed dat je niet in Zeeland zat, want dat was nog veel erger geweest. Maar we hadden het onderweg ook even tijdens het lopen van, dat is ook ondernemersrisico. Jammer, hè, want we willen niet anders, het is prachtig mooi weer, want ik heb hier net zo goed als de vorige spreker het liefst, dat hier zoveel mensen komen dat we niet weten waar we de auto's moeten laten. Maar voor PGM, voor het paardrijden gehandicapt en voor de locatie, de baan is natuurlijk tof. Wat waren er dit jaar voor speciale gasten? Want het aantal gasten groeit ieder jaar. Ja, klopt inderdaad. Het moment dat ik de nieuwe aankondig voor 2016, dan komen de aanvragen van bands en van entertainers en van standhouders komen binnen. En we hebben dit jaar ook een grote delegatie uit België van de Dutch European Steampunk Conventie. Daar ben ik erg trots op dat die hier ook komen. En onze oosterburen zijn er ook weer. Wat maakt het evenement speciaal? Ik denk, het is een sfeerfeest. Fantasiefest is een sfeerfeest. Het maakt niet uit wie je bent, hoe je denkt, hoe je bent gekleed of waar je vandaan komt. Iedereen is hier gelijk. En dat is het leuke daarvan. En dat zag je bijvoorbeeld ook gisteren toen we de ravage moesten opruimen. Dat iedereen daar gewoon bijspringt. Iedereen hangt aan de tenten om ze beneden te houden. En iedereen werkt eraan mee, want iedereen wil gewoon een leuk feest. Wat me gisteren opviel, is dat er mensen zijn die dus heel vaak op dit soort gelegenheden staan, dat die helemaal niet warm of koud van het weer worden. Nee, inderdaad. De echte verharde festivalganger die gaat ook alle festivals langs. Er zijn een aantal hele grote in Nederland. Castlefest bijvoorbeeld en Elf Fantasy Fair. Dat heet tegenwoordig Elfia trouwens. Het is ontzettend leuk. En die mensen die komen ook nu hier ontdekken, ook Meppel daarmee. En in dit geval dan ook deze locatie op PGM De Baander. Ja, het is gewoon leuk en je merkt dat gewoon de sfeer is gewoon heel erg mooi onderling. En dat is wat mensen blijft trekken. Kenners komen terug. Ik denk dat we de baan er op een prachtige manier op de kaart hebben gezet, Hetzer. Ja. En ik hoop dat we volgend jaar weer een Fantasiafest hier hebben. Ik hoop het ook. Tom, bedankt. Hetzer, bedankt. Ja, okay. En tot de volgende keer.